Mentale gezondheid bij mannen verdient bijzondere aandacht. Vooral omdat mannen niet zo open zijn als vrouwen, zegt Anke-Lilia Sebon, voorzitter van de stichting The Coach in Me, in gesprek met onze nieuwsdienst. Ze meent dat mannen steeds allerlei manieren bedenken om niet over hun gevoelens te praten, omdat mannen zich niet gehoord voelen en ook geen veilige omgeving kennen. Voor de man is het, om een specifiek geval te geven, jij bent, we zouden zeggen, de kapitein van het schip. Als jij niet weet welke richting we opgaan, dan of dat schip zinkt, of we gaan een richting op die eigenlijk niet bevorderlijk is voor het gezin. Dus je vrouw, je kinderen kijken naar jou, wat doet papa? En dat is een bepaalde druk die wordt gelegd op een man. Verder ook nog het financiële. Als man verwacht je vrouw weer, je kinderen, dat jij ervoor zorgt dat we brood op tafel hebben. Al heeft mama niet of heeft mama minder, maar dan kijkt ze ook weer naar jou van hey, wat kunnen we doen, hoe gaan we het doen? Dus er zit een bepaalde druk en als het een man is die vanuit zijn verantwoording handelt, dan heeft hij dat een bepaalde pressie op zich. Ook binnen de maatschappij verwacht men een bepaalde performance van een man. Sebon geeft aan dat niet alleen het fysieke, maar ook het emotionele en spirituele van belang is om verandering te brengen in ieder individu. Hierdoor kan de stichting bij het coachen diepgaande en duurzame veranderingen faciliteren. We geven niet alleen maar theorie, maar ook praktische voorbeelden, case studies. Wij hebben een combinatie van bewezen psychologische modellen en technieken in combinatie met elementen van verschillende spirituele tradities. Daar maken wij dus hebben wij dus een product van en dat bieden wij dus aan. Dat zorgt ervoor dat we op een hele unieke manier bezig zijn met de mens. Het volledige interview met Anke-Lilia Sebon kunt u morgenavond in ons programma In Gesprek Met zien op kanaal 12.1 om 8 uur 's avonds.